Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2010 Karemot. Mijn naam is Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer... Goeie vraag, weet ik niet, moet ik even kijken. Dat is aflevering nummer 37 in Brazilië. Het is vandaag maandag 27 juni. Dat betekent dinsdag, morgen dus, komt F1 22 uit. En ik zie al YouTubers, onder andere Robbie namelijk. Hey yo, what the fuck? Die had al het spel. Geen flauw idee, want ik heb even gecheckt. Ik ben als een gek naar beneden gerend. Voor de Xbox One. En zie je tot mijn verbazing. Nee, je hebt geen toegang. Wacht maar tot morgen. En dan denk ik, wat de f***, hoe de f*** kan dat nou weer? Maar goed, het is wat het is. Misschien omdat ik een kleine YouTuber ben. En Robbie met zijn zoveel duizend abonnees heeft daar wel toegang tot. Anyway, F1 2010 gaan verder in Brazilië. Maar heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechts op in het i'tje. Klik erop, je zult die video verschijnen natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op dit gamekanaal van mij? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse Formule 1 content. F1 22 gaan we binnenkort echt mee knallen met een nieuwe My Team, dus dat gaat hem goed komen. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zeg een enkele aflevering van mij mist. En like de video vooral als je hem leuk vond en dislike hem als je hem niet leuk vond. En kan ik ze weten worden, zet het gewoon even in de comments neer. Het zou fijn zijn als je gewoon abonneert. Zo simpel is het. Is het op naar de kwalificatie voor de grote prijs van Brazilië voor de ene laatste wedstrijd van seizoen 2. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Belooft lekker droog te worden namelijk. En ik verwacht hier gewoon pole position. Mijn teamgenoot rijdt daar wel de baan op. En wij zitten in een snelle run namelijk. En het gaat hier een klein beetje mis. Want ik raakte daar per ongeluk afgeleid. En schoot daar rechtdoor. Heeft ons wat tijd gekost. En dan moeten we hem hier zo graag mogelijk voorbij. Barrichello houdt ons gewoon op. En dan geven wij hem daar een klein tikkie op het rechter achterwiel. En zijn we er voorbij. Einde eerste run in Brazilië. Kijken of dit ook ondanks Barrichello de pole position wordt. De vraag is, jazeker, met een 1.12.6. Zijn maar 0,3 sneller dan Jenson Button ongeveer. Dan hebben wij daar Lewis Hamilton die daar een klein beetje in de weg rijdt. Alonso op P2. Hamilton passeren wij en dit wordt hopelijk een verbetering. Zoveel mogelijk baan positioneren en dat is pole position alsnog met een verbetering van 16e. Hebben de pole position verstevigd. Jazeker. Well done. You've hit all of the targets set for you this session. Great session, you're on pole. The boss is over the moon with that result. We hebben de pole position en de baas is blij, goed om te zien. Dan is het op naar aflevering nummer 37 van F1 2010 Karemot. Dan zijn we aanbeland bij de wedstrijd. We starten dus op pole position. Geen regen in de race, dus dat is goed om te zien. En dan moeten we gewoon de wedstrijd weer gaan zien te winnen. Zo simpel is het. Zo moeten we het ook gaan spelen. Een eenstopper is het van de soft naar de harde band. En hopen dat we deze ene laatste wedstrijd ook gaan winnen. Dan is het op naar Abu Dhabi. En dan is het misschien tijd voor seizoen 3. Of dan stop ik ermee. Dus allemaal even kijken wat we gaan doen. Maar ik verwacht er wel veel van. Vooral bij de start. Die moet cruciaal zijn. Dat is eigenlijk altijd bij een F1 race. Maar goed. Pitstops zijn hier ook belangrijk. Overcut en undercut zijn best wel, cruciaal. En dan is het op naar de wedstrijd. Voor aflevering nummer 37 in Brazilië. Kijken of we gewoon de wedstrijd kunnen gaan winnen. Zo simpel moet het ook gewoon gebeuren. Op naar de race. We
gaan beginnen voor de grote prijs van Brazilië, want de lampen zijn aan voor aflevering nummer 37. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we proberen al gelijk die tweede positie af te knijpen van Lewis Hamilton. Hij kan er niet langs. Alonso naar P3, Button op teruggedrongen tot P5, Massa naar P4. En Alonso en Hamilton knokken samen om die tweede plek. Maar wij zijn los. Jazeker. Zijn los van het veld door het geknok met Alonso en Hamilton. En dan zitten we in ronde nummer 2 als Fernando Alonso 2/10, ongeveer 3/10 harder is gegaan. Wij gaan nu ronde nummer 3 in. En zijn 3,7 seconden sneller dan onze vorige beste tijd. Alonso is 99.000ste langzamer. Hamilton is 1,2 seconden langzamer. Hetzelfde geldt voor Felipe Massa. Dus Alonso en ik bepalen het tempo in de wedstrijd. Remmen en banden zijn in optimale temperatuur. In optimale temperatuur, zegt Jeff. Dus, sorry, dat zegt Rob. Jeff is er niet meer. Rob heet de engineer. In ronde nummer 5 moeten we naar binnen duiken terwijl we wat doorschieten. En dan moeten we die bocht daar helaas afsnijden. Nou, eigenlijk helaas niet, maar ik had gewoon geen zin om weer terug de baan op te komen. En krijgen we een waarschuwing vanwege het overschrijden van de track limits. De bocht dus volledig afgesneden. En dan zitten we in ronde nummer 6. Jazeker. En we duiken naar binnen. P.8 is de pitstop. We komen denk ik terug op P4. Of op P2, weet ik niet zeker. In ieder geval P3. Nee, P2 zelfs. Rosberg zit er aan de buitenkant. Alleen die wordt daar mooi afgeknepen. En komen gewoon terug op P2. Interessant. Goed gedaan, top. En dan zitten we in de laatste ronde van de wedstrijd. Want Alonso hebben we ingehaald tijdens de pitstop. Barrichello naar P4. Hopelijk dat hij dat nog vast kan houden. Maar wij gaan hier de ene laatste wedstrijd winnen van F1 2010 Carrera Mode. Goed gedaan. Is op naar de laatste video van het seizoen in Abu Dhabi. Great drive! You dominated the whole weekend! Paul and the race win! Fantastic! Wij winnen dus hier bij de grote prijs van Brazilië. Alonso naar P2, Hamilton op het podium. Kubica naar P4, Barrichello toch nog naar P5. Verloor wel die P4 van Kubica, jammer. Rosberg 6, Webber 7, Schumacher 8, Petrov 9. Kobayashi pakt het laatste punt voor BMW Sauber. Doet hij goed! Doet hij heel goed! En Rosa net te kort. Zelfs voor Liuzzi. En Button, jazeker, die zat heel teleur. En Massa ook. Vettel ook. Teleurstellend. Heel teleurstellend, maar niet voor ons. Niet voor ons, want wij hebben 18 race-overwinningen dit seizoen geboekt. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Niet normaal wat we hebben neergezet. Amazing! Completely amazing! 18 wins! Just one more and you'll have won every race this season! Nobody's ever done that bit! Hier. Engineer is blij. Nog eentje te gaan en dan hebben we alle wedstrijden dit seizoen gewonnen. Alle races gewonnen die dit seizoen zijn verreden. Zo zie je maar. Records zijn er om te worden verbroken, zoals Michael Schumacher dat altijd zei. Goed gedaan. En leiden dik bij de coureurs en de constructeurs, waar wij zijn van beide kampioenschappen al gewend. Ja, die hebben we gewoon binnen. We've had some great news. A few teams have come in with offers for you. We should take a look at them when you have time. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En ram ook gelijk op dat belletje. Zodat je geen enkele aflevering van mij mist.
chance when you negotiate with teams. Kom ik even op de sociale media @Gianland schrijven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de Gianland mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.